Szóval akik csinálták, akkor is csaltak, meg hazudtak. Szóval hiába volt annyi ellenőr, mégis kiátszották. Mondok egy másikat. Én gimnazista voltam, és cséplőgép ellenőrként dolgoztam. Cséplőgép ellen azt jelentette, hogy a parasztoknak cséperték a gabonát, és akkor föl kellett írni, hogy kiné mennyi termet. És abból beszolgáltatást kellett adni. Tehát amikor még gimnáziumban jártam? Igen. Et mon père, il dit que quand il était encore au lycée, et ils ont, lui, il était un contrôleur des paysans. Et ça veut dire que lui, il est allé voir quand du blé était mature. Donc en fait, ils ont commencé à couper. Lui, il est allé pour chacun chez eux. Il a écrit combien de blé il y avait. Parce qu'après, ils ont triché pour donner à l'État. Most a rendszer úgy működött, hogy én voltam a cséplőgép ellenőr. Tehát én ellenőriztem, hogy mennyi gabona termett. Engem ellenőrzött a fő ellenőr. Après, il a dit que lui était un contrôleur basique. Après, il y avait un chef des contrôleurs qui a contrôlé les contrôleurs. Engem ellenőrzött a fő ellenőr. A fő ellenőrt ellenőrizte a begyűjtési osztály munkatársa. Le contrôleur de chef, il était contrôlé par un employé de du ministère de l'agriculture. Azt meg ellenőrizte a begyűjtési osztály vezető. Et c'est la hiérarchie quoi, il y avait 4-5 niveaux de contrôle. Combien de blé et ben combien de blé il a, comment, j'ai pas ce mot, comment tu dis, il a produit ou pas produit, mais la terre, combien de blé il a produit. Il a dit qu'il y avait 400 degrés de contrôle. Et même tout ça, les gens, ils arrivaient quand même. Ennek ellenére, hogy mondjam, ugye, ha minden gabonát, ami termet, beírunk, akkor a gazdának nem lett volna a következő évben mit elvetni vetőmagot, mert nem termett annyi, mint amennyi a beszolgáltatás. Érted? Ils ont demandé, en fait, qu'il fallait aussi, il fallait pas tout avouer, parce que si t'as tout avoué, ils t'ont gardé rien. Donc en fait, il fallait donner plus à l'État que t'as produit. Donc en fait, c'était tout le système, il était complètement fou. Il dit qu'il a triché. Hogy nem írtunk be az összeset, amit termett, hanem annak 80%. Il a dit que lui, en tant que contrôleur, il a écrit à peu près 70%, parce qu'il savait très bien si il écrit tout, il reste rien pour les paysans. Et pour l'année prochaine, ils n'ont même pas des germes, comment tu dis? Ennek a vége az, hogy egyik helyen csépeltünk, aztán megállt a gép, és a bácsi, akinél csépeltünk, az a, hogy mondjam, ez nehéz kifejezni, de gyakorlatilag van egy kis hulladék, ami ilyen szemetes hulladék, az szedte össze, anélkül, hogy mértük volna. Tehát a gabona, kihúgt egy kis szemetes gabona, az szedte össze. Egy edényben. Aztán jött a begyűjtési osztályvezető, azt elkezdett ordítani, hogy lopja a kulák a buzát. Érted? Én voltam az ellen. Et se faisait arrêter? Quand il trichait? Se faisait prendre? Na most, ugye, mi tagadtuk, hogy ott azt mondtuk, minden rendben van, hogy nem lopja, fel akarta önteni. Na mindegy. Elrendelte, hogy a faluba mindenkinél újra kell mázsán, le kell mérni, amit már egyszer lemértek. Hogy leellenőrizze, hogy nem-e csaltak. Most, hogy volt is a tanácselnök, aki az is, hogy mondjam, nem tisztességes ember, akkor mi lebukunk. Mert ugye mindenütt több volt, mint amelyet beírtunk. De a tanácselnök rendes ember volt, az kijelölt öt helyen
Így egy öreg asszonynál, hogy ahol le kell mérni a gabonát újra. De ott minden csak egy öreg asszony volt. Na most ugye jött a főellenőr meg én, hogy akkor ki kell mérni. Az öreg asszony azt mondta, kérem kedveseim, én nem tudom leoldani a padlásról, bezsákolni, hozzanak embereket, akik kihordják. Tanácsán meg azt mondta, itt egyetlen ember se jön, aki azt lehordja. A tanácselnök mind olyan öregasszonyokat jelölt ki, akiknél nem volt, aki lehordja. Érted? Így aztán főellenőr beírta, hogy leellenőriztük, egyik helyen 20 kilóval több volt, a másikban 40, az egyébként engem becsuknak, hogyha Ben, il a dit qu'en fait, il avait le chef de village, je ne sais pas comment on dit en français, c'est le... Bien. Oui, mais avec l'ancien mot, tonnage, je ne sais pas, le conseil, je ne sais pas comment dire, à l'époque de communisme. Et en fait, il y avait le contrôleur de ministère qui est arrivé. Ils avaient tous peur parce qu'ils ont laissé les paysans, entre guillemets, tricher. Donc s'ils découvraient ça, mais il allait en prison. Donc tout le monde a commencé un peu à flipper. Et en fait, le chef de commun, il a compris toute l'histoire. Le contrôleur, il a demandé de recontrôler tout ce qui était déjà dans les sacs. Et en fait, le chef de village, il a dit, ok, vous allez dans 5 famille et vous allez mesurer le poids. Sauf c'était 5 fois, c'était pour des vieilles dames qui étaient seules. Donc en fait, le blé, il était dans les sacs, il était en haut, donc il fallait les descendre. Mais il y avait personne. La vieille dame, il a dit, ah ben non, moi je peux pas descendre, si vous voulez mesurer, vous montez. Donc en fait, 5 fois, c'était la même chose. Donc ils ont pas pu remesurer. Parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait personne qui ont redescendu les sacs. Ah, ils ne voulaient pas le faire. Ah ben tout seul, ils ne pouvaient pas, parce qu'il y avait, je ne sais pas combien de... Il fallait 10 personnes pour les... Ouais, pour pouvoir. Ils ont demandé de chef de village, est-ce que vous pouvez nous donner du personnel? Il a dit, non, il n'y a personne qui peut vous aider. Si vous voulez personnellement, vous le faites, mais non, on ne peut pas. Donc le mec, il était coincé, donc finalement, il a marqué que tout était en ordre et il est parti. Sinon, il aurait été en prison. Mm-hmm. Na, ebből csak azért akartam, hogy lehet akármilyen diktatúra. Emberek mégis csalnak. Mégis be lehet csapni őket. Il dit qu'il peut être n'importe quelle dictature. Les gens, ils trouvent toujours les moyens de contourner les règles, même si tu vois, les conséquences étaient fortes. Yeah, it was last New Year's. We drove down in like a 89 Chevy Suburban. The one of those big vans, and drove down there no problem. On the way back, we forgot to check all the fluids, and we were in South Carolina. We started losing third gear, so we lost third gear, then we lost second gear on the thruway, and we pulled over. We got stranded in the city with only first gear, and then we found out that this. Transmission shop was like 15 miles up the road, so we had to get back on the thruway driving down the shoulder at 15 miles an hour, and then we finally lost first gear as we pulled in this parking lot, and we stayed there overnight. We had no way of getting home. We couldn't get to an airport. It was 60 miles away, so I decided to rent a car, and it was a truck. It wasn't supposed to leave Georgia, South Carolina, or North Carolina. I drove it all the way back home to Buffalo. And then I had to have it back there within 3 days. So we rented a dolly. I put it on the back of my Trailblazer, which is way smaller than that huge Chevy. Towed it down there, no problem. I could do 90 miles an hour all the way down there with that in the back. We get down there to pick up the van to bring that thing back. We forgot the keys. So... everything's closed. It was, I think it was like, it was late on a Saturday. So in order to get the van onto the dolly, we had to take the drive shaft off. And we thought we'd be able to push it up on a dolly. Nah, that wasn't happening. The van weighed about 4 tons. So we go to the auto parts store. We get one of those come-alongs, those ratchets. You can
It's like two hooks on each side, and you just crank it. Okay. Well, it wasn't strong enough. So what we had to do is, my buddy would rock the van, and we'd see, like, we'd get it up like a couple inches on the trailer. I'd hit the brake, and then he'd take up the slack with that. It took us 4 hours to get it on the dolly. Get it on the dolly. We start driving. We have trouble driving because it's so tall and so heavy. If you go over like 60 miles an hour, the trailer just goes crazy. So we get to Charlotte. We take a break. Go to the couple bars. We leave. We decide to leave. We make a wrong turn on a dead end street. So if I don't know if you've ever driven with a dolly on the back of your car, you can't back up with one. So we just forced it. The dolly was this way, and my truck was going this way. It wouldn't go any further. And so we're dragging the van down the street. Pull over on a curb, leave it there for the night because we're both a little tipsy. And we thought we were on a dead street, like no cars. It was a main street. And we wake up in the morning, there's church going on, and we're like, oh my God. And we can't get the van off the dolly. Call a tow truck. We have to have the tow truck take the van off, straighten our trailer out, and get us a brand new tire for the trailer because we put a hole in the tire. The tow truck puts the van back on the thing, start driving. I was driving, we were in Virginia, and I pull over. I was driving for like 4 hours, and I switch. My buddy gets in. He's on the cell phone with his girlfriend. We're driving down the through. We're coming down this hill. We're doing about 60, and he's like, hold on, to his girlfriend, puts the phone down. I'm like, what's wrong? He's like, the trailer's going nuts. The brand new tire we had, it blew on us. So the trailer kicked out next to us on the thruway doing 60 miles an hour, two-lane highway, and I don't know how my buddy did it, but he managed to control it so we didn't hit the guardrails. So we stop. We slide about maybe at least 40 yards. So we're sideways in the street blocking both lanes. I look over, there's a semi coming down the hill at us. So I'm like, dude, punch him, like, go, 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 go. So we go, and we turn the wrong way, so we're facing traffic. Well, the semi came, he swerved, he hit the back of the van, and the van spun around, bounced off the guardrail, it shattered all the windows, it bent the frame, we're facing the wrong way in traffic. Cops come. And my buddy had no license, so I took the fall for it. Uh-huh. And I got a ticket for reckless driving for the tire blowing out. Mm. And the van was totaled. That was the worst trip ever. That was the worst. And yeah. The ticket was $150. Right, insult to injury, right? Yeah. Wait, what happened when you finally got the van back to the rental place? The truck. Oh, the truck, right. The truck, it was fine. I just washed it because it was just filthy. They didn't say anything. I put so many miles on it. We had no choice, though. That was our only option. I expected to spend maybe $300-$400. I probably blew through about $1,200 in gas, tickets, and it was just nuts. I'll never tow a car again. Never. My name's Eric Dunford, and I think we're still in Denver. Or Colorado, sorry. Okay, so what I'm going to do is explain to you what happens to me on a daily basis. Okay, so I wake up every day, I have some food and everything. Everything seems like it's going to be fine. Then all of a sudden, shit happens out of nowhere. And then I'm like, what the hell, man? And then people are like, what did I do? And I'm like, I don't remember what you did. This is Soviet Russia. In Soviet Russia, car drives you, shit happens to you. Do not give shit to anyone else, even though it sounds like it's going to work, but it never does. So I'm like sitting at my computer around 1980s or so, and it's very slow computer compared to what we have now. And I'm searching on this thing called Google, and someone tells me to look up Chuck Norris, and I tried to look it up, and then as soon as I did, the Chernobyl reactor started to explode, and everyone comes running into my room like, what did you do? And I'm like, I don't know what I did. I tried to do what the American people told me to do. And they said like, what did they try to tell you to do? And I'm like, they told me to Google Chuck Norris. And they're like, oh, you dumbass. Ugh. Oh my God. And then they were starting to yell at me saying that was a really bad idea because apparently if you try to Google Chuck Norris and click the I'm feeling lucky button, shit will happen.
And, you know, the reactor number 4 exploded, and it just got everywhere. The radiation just really fucked everything up and everything. And that's about the first 2 minutes of my day. And so I'm eating a bowl of whatever the hell we are Russians eat, because every day it's something different, and, you know, it never tastes any good. And we tried to go outside, and we're like, oh, fuck this, it's too hot out. And because, you know, we got to wear the gas masks now, and it gets really very uncomfortable. So we're walking outside with like the way we do, like total badasses. And I'm trying to go to my job, and I'm like, okay, maybe today is not going to be as bad as I originally thought. So Chernobyl had exploded, you know, that's a common thing for it to happen in Russia. Actually, it is in Ukraine, but it is close enough to where we consider it Russia, because we don't give a shit. And I got to work, and it's like, hey, what are you doing? And I'm like, I'm coming here for work. And he's like, no, you're not. You're fired. And I'm like, why am I fired? He's like, you are 2 minutes late to work. I cannot have this happen. And I'm like, oh, fuck you. And I decide what I'm going to do is very simple. I hit it all in my mind like days before. I was going to go to the restroom. If this is what would happen. Like, if I was ever going to quit my job, this is what I would do. I would go into the restroom. I would put rubber dog shit on the ceilings, the walls, the floor, all the toilet seats, and I'd spray a bottle of liquid ass all over the place. Yes, liquid ass does exist. It is a bottle of concentrated shit smell. And it's very powerful. So I would do that, so that way people walk into the restroom like, what the hell happened here? They would need to throw up, but they wouldn't be able to do it in the restroom because it smelled so bad. So they'd walk in there and they'd be appalled. There'd be shit on the ceiling, and they'd be wondering how the hell did that happen. And I would just wear like some sweatpants or something like that, and have the biggest piece of fruit I could find in my crotch. So that way I'd walk out like a big shot and be all like, "Fuck you guys, I'm going to chill." So that is like the rest of my day. And I go walking around Chernobyl, and I'm thinking to myself, "Damn, I really fucked up with this one." Like, that is the last time I tried to take any Americans' advice, because, you know, every time I try to do that, shit happens. And if there's something I learned in my lifetime, it's that, you know, as long as there are two people left on the planet, somebody's shit is going to get slapped, you know? And so, I decide, you know what, this has gone too much, I need to chill. So, I go to my girlfriend's house, and she's like, I don't want to see you anymore. And I'm like, why is that? And she says, well, size matters. And I'm like, well, of course size matters. If a vagina is 10 feet wide, the fuck are you going to do with that? And she didn't like that joke very much, so she called the police and I was arrested. And they put me in the jail cell for about 3 hours until they stopped laughing. And then it's like, okay, tiny dick, you're free to go. And I'm like, yes, yes, whatever. So I'm walking back home, and it is like only an hour into my day. And I'm like, oh, great, what am I going to do now? So I try going around doing stuff, and, you know, there's nothing really I can do in Russia. It's freezing outside. There is nuclear radiation everywhere, thanks to my Google problem. And, you know, things aren't really going my way. It's, you know, it's very complicated life for me. So I decide to go to my friend's house, and I'm like, hey, what are you doing? And he's like, oh, I'm not really doing anything. And I'm like, well, do you want to do something? And he's like, eh, I don't really feel like doing anything. And I'm like, what are you, fat American man? And he's like, well, I have been Googling. And I'm like, holy shit, do not Google. Last time I tried to Google, shit happened. And he's like, yes, we all know. But that is because you Googled Chuck Norris, and that is going to happen one way or another. And I'm like, yes, I guess you're right about that. So anyway, we decided, you know, we need to do something today, and we go outside, we go to the bar, and I get about 15 shots of vodka, which is like, you know, not much in Russia. So I'm just a little buzzed because of this, and I decide, you know what, fuck it, I'm going to do something that is productive. So I try to think of something to myself that's actually relatively fun to do. But I cannot think of anything, and I'm like, you know what, fuck this, and I get a bottle of Everclear,
which is like almost 100% alcohol per volume. I just chug that shit as fast as I can and I go back to sleep to redo the cycle in the morning. And that is my daily life. Maar jij bent van 30, dus 1930. Toen de oorlog uitbrak waren jij 10. Ja. Ja, dat ik het weet eigenlijk 12, 13 jaar. Hè. Ja. Dan, maar jullie wonen tegenover het kamp in Vught, hè? Nee. Niet? Nee, tegenover de scholen. Dat was de meisjesschool, dan hadden we de Montessori school, daar was voor de dertige kindjes en dan gewoon de kleuterschool. Dan kregen we 6 huizen en dan kregen we de Alvisieschool. Ja. En die werd beheerd door broeders. Ja. Dus we zaten eigenlijk midden tussen de scholen in. Maar dat is zowel met de bevrijding als de voor en de na, werden onze straten eens bezet. Zowel door de Duitsers als door de Engelsen. En ja, dan moesten ruimen. Dan moesten wij boven wonen en beneden zaten de Duitsers of Engelsen. Of... Dus wij hebben wat dat betreft van onze jeugd heel weinig beneden kunnen genieten. Ja, maar konden wel naar beneden. Je mocht wel naar beneden, naar boven. Over de trap en dan naar de voordeur uit. Maar we mochten niet door de gang, door de keuken of naar de kamers. Nee, er werd gewoon beslag opgelegd. Hè? Ja. Ja. Maar hoe was dat nou met jouw vader en kamp Vught? Wat was dat nou? Nou, mijn vader was al lang dood toen. Die is in 42 gestorven. Maar wat was er nou met dat kamp Vught? Want daar had ik een keer iets over verteld. Nee, Marianne ouders, die woonde precies tegenover het kamp. Oh, Marianne ouders? Ja, op de IJzeren Man. En hij had zich ook wel eens verkleed als Duitser om in het kamp te komen. Om te kijken hoe dat er was. Ja. En daar had hij dus... De eerste, dat het een galg was, dat de mensen opgehangen werden. Yeah. En waar de mensen ontleed werden helemaal, hè, want alle gouden dingen en al wat zaten. Dus hij wist dat allemaal al. Terwijl niemand dat wist? Zonder dat niemand dat wist. Hij is in een Duits uniform. Er was een Duitser bij hem en die was goed zat geworden. En die wou zijn fiets hebben. En nou, ik krijg mijn fiets als ik jou pak al mag. Dus hij liep als Duitser door de kamp in. Serieus? Opgewacht, ja. Je moet ook lef hebben. Ja, en zodoende had hij met een paar aantekeningetjes ook kunnen maken hoe toen tijdens het kamp eruit zag. Ja, niet op de millimeter. Nee, maar want dat moest hij allemaal nog op je gedachten doen. Hè. Ja. Maar daar zijn ze wel op te werk gegaan. Hij heeft dat doorgegeven aan het verzet, zal ik maar zeggen. Nee, de pastoor die kwam bij hem. En ja. Dat ging altijd via de pastoor. Oh, dat ging via de pastoor? Ja. En ook brieven die voor de gevangenen waren, want er stonden die tassen met stenen, moesten die gevangenen moesten die, en dan op de schouwers zo naar binnen sjouwen. Maar er werden allemaal briefjes en post en daar werd er allemaal tussenin geduwd. Ja. Maar die gevangenen, die deden er ook weer, als ze eruit kwamen, aan de achterkant van de muurtjes, dat was hun post. En die moesten dan uitgehaald worden en dat deed mijn vader en mijn schoonmoeder altijd. Ja? Ja. Allemaal stiekem. En die zorgde weer dat er bij de burgemeester kwam, of bij de pastoor. En die regelde dat. En die regelde allemaal weer. Dus toen wisten ze ook wie in het kamp zaten, de namen. En ja, zo werd het helemaal duidelijk, met hoeveel mensen dat ze er waren. Maar dat was allemaal smokkelwerk. Maar waren daar om kamp Vught geen torens of zo, dat ze daar in de gaten hielden wie er allemaal in het kamp spookte? Tegenover de IJzerman was de ingang van het kamp. Ja? Er stonden 2 schildwachten, er stonden 2 van die kleine torentjes. Maar voor de rest was er niks. Aan de achterkant en de zijkant? Als je zo omliep, dan kon er zo bezij het kamp in komen zonder dat er iemand iets zag. Of... Ja? Ja, dat was helemaal niet afgezet met prikkeldraad, helemaal niks. Waar? Dat is allemaal nadien gekomen. Dus in het begin van de oorlog was dat niet? Nee, kon er gewoon van de Vughtse huis zo door het kamp heen en zo naar het kanaal lopen. Maar en die gevangenen dan? Nou, die niet tussenuit? Ja, maar die zaten allemaal vast, hè. Oh, die zaten in de gebouwen? Ja, en als ze eruit waren aan de ketting, hè. Ja, ze hadden allemaal aan elkaar. Oh, op zo'n manier. Ja, ook toen ze aankwamen vanuit Vught van het station, moesten die lopend. En hadden ze allemaal klompen die nog te klein waren. Of en die zaten allemaal aan elkaar geketend. Hè. Ja. Dus er was een hele rij. Ja, hoe moet ik zeggen wel. De ouderwetse beeld van met de enkels aan elkaar, zo dat idee. Ja, ja. Ah. Maar hun zaten dan niet met de enkels, maar met middel aan elkaar. Ja, ja. En dan moesten ze in formaties lopen. Ja, dat konden die gevangenen niet. Die waren allemaal uitgebind en gedaan. En klompen die te klein waren, of ene klomp. Of, ja.
Maar dat was een ellende hoor. God, toen waren wij jongens van 13, 14 jaar. Einde van de oorlog. Laatste jaren van de oorlog. Dan. Ja, de laatste 2 jaar van de oorlog. Ja. Maar ja, toen gebeurde en geschiedde dat toen. Hè. Want die moffen die kwamen steeds meer in het nauw te zitten. Ze zaten zelfs, ja, dat hoorde dan achteraf. Maar een broer die boven mij was, onze vriend, die had toen al contact met 2 Engelse piloten die in Vught gevallen waren. Die zaten nog in Vught? Die zaten in Vught bij een boer ondergedoken. Ja. Maar daar hadden hun al contacten mee gehad. Ja, ja, en die konden dan de berichten doorgeven. En die deden weer berichten doorgeven. En dat ging dan weer allemaal via de broeders, hè. Ja. De broeders die gingen dan zogenaamd met de jongens handballen, maar die gingen niet jongens handballen. Hmm. Maar er werden briefjes en dingen uitgewisseld. En zo ging dat vroeger. Ja, ja. En wat ik ooit gehoord heb van Henk Verleijden, kende jij die nog? Die woonde in Vught, Henk Verleijden. Henk Verleijden, wel een heel bekende naam. Dat is in jouw leeftijd ongeveer, dat denk ik. Kennen. Die vertelde dat op het eind van de oorlog, dat er vanuit, ik denk, de kant van Nijmegen of zo vandaan, of vanuit Duitsland, die V1's overvlogen richting Engeland. Ja. En dat er ook wel eens in en neer gesodemieterd is in Vught. Ja, net achter de Sinecheli. Wij woonden aan de zit de Sinecheli is het klooster, dan woonden wij hier en daar is hij gevallen. Dus wij hebben weinig geleden met ons huis, omdat hij er overheen moest, hè, die druk. Ja. Maar het huis achter ons, ja, dat stond verder in de polder, zat helemaal in elkaar. Door die luchtdruk. Ja. Maar wij hadden geluk, ja, dat daar omhoog ging. Hè. Ja, maar er waren eigenlijk de missers. Maar die, wij zaten, die daar neerdonderden, hè? Ja. Want die waren voor Londen bedoeld. Die waren voor Londen bedoeld, maar die konden ze niet halen. Nee. Want ik weet nog wel dat we van school met een hele groep jongens, bij de Disselberg noemden we dat. Bij de, ja, hoe noemen ze dat nou? Als je nou Elvers gaat en daarachter kunnen de duinen in, toch? Ja. En dat was een Disselberg. En daar gingen wij dan zogenaamd naartoe, met vlaggetjes en dingen, om af te leiden. Want die vliegtuigen dachten dat wij militairen waren, terwijl we gewoon spelende kinderen waren van school. Maar hoezo met vlaggetjes dan? Wat bedoelde dat? Nou, deze vlaggetjes veroveren. Oh, als spelletje? Als spelletje. Maar dan witte vlaggetjes of zo? Die toen die 2 vliegtuigen erover kwamen, die dachten dat wij militairen waren die ze aan het oefenen waren of iets aan het doen waren. Ja. Ja. Dus ja, die wouden we in bedwang houden. Ja. Terwijl het gewoon kinderen waren die aan het spelen waren, zonder erg. Maar die broeders, die wisten wel van wanten natuurlijk. Ja, die zeiden dat moet je niet doen. Nee, die wisten ook wanneer die vliegtuigen kwamen, voor die opnames en zo. Ja. Dat was allemaal berekend en er werd allemaal doorgebeld en gedaan. Want er zaten veel meer ondergrondse tussen de Duitsers als voor de Duitsers. Hè. Hoe bedoel je? Ik snap dat niet. Nou, de Duitsers lagen bij ons, alle scholen waren bezet. Ja, ja, en de huizen, of deel van de huizen. Maar daar liepen Hollanders in rond in Duitse pakken. Ja. En er wist verder niemand. Maar die konden alle berichten overbrengen. Ja, 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 ja. Die konden rustig hier naartoe, die konden rustig daar naartoe. Die werden ook nooit aangehouden. Maar het waren Nederlanders. Ja, ja. En er waren mensen van het verzet eigenlijk. Van het verzet eigenlijk, ja. Nou, en die deden dat zo'n maand, 2 maanden, dan waren ze ook helemaal uitgeput. Want Daar is wel om een als vreemde te gedragen, hè. Ja, ja, ja. Heel een dag andere taal spreken. Ja. En als ze dan maar in een keer iets van afweken, ja, dan konden ze gepakt worden, hè. Dus. Maar dan waren daar goed gestudeerde mensen die dat deden, want die spraken het Duits. Ja. Dan moest je toch wel kwamen, een goede opleiding gehad hebben. Bij ons tegenover, dat er 4 studenten uit Utrecht of zoiets waren, of uit Hilversum die kant uit. Maar ja, het waren hele gewone jongens, maar er zat wel een kopje op. Ja, en Rien was een oude broer voor jou. Ja, die was boven mij. Ja. Maar die was afgekeurd. Ja, ook weer via afgekeurd, maar ja, hij moest wel onderduiken. Dus we hadden een hele grote kipkooi en daar hadden we een hele grote kuiling gemaakt. Helemaal. En die hadden we met spoorbuurs helemaal afgezet en dat was onze schuilkelder, hè. Ja, ja. En ook van de buren, aan weerskanten de buren. Ja, ook voor bombardementen eventueel, maar ook om... We gingen altijd in die schuilkelder. Ja. Dus toen de tijd met kinderen kwamen wij in die schuilkelder terecht. Daar heb jij ook gezeten in de schuilkelder? Ja. Bang? Ja, nee, niet bang, want er zat een grote heuvel tussen. Het was zelfs zo, dat er met de bevrijding
lagen er twee Engelse bij ons, want er was een berg en daar was de schuilkelder onder. Ja. We waren aan de achterkant gekomen van de S-weg af en die lagen bij ons tegen een berg en lagen ze te schieten. En ze wisten niet dat wij er beneden in de kelder zaten. Nou, dan dacht ik, mooi blijven zitten. Ja, dat wisten wij toen nog niet, dat hoorde achteraf. Ja, ja, ja. Dus toen gingen die weg en toen riepen wij ze terug. Ja. En toen kwamen we allemaal in voor in die schuilkelder uit. Maar dat was met de invasie van de... Ja, met de bevrijding. Ja. Maar ja, hun stonden met hun oren te klapperen dat hun daar heel de morgen gelegen hadden met de wapen. Terwijl wij er onderin zaten. Ja, ja, ja. En dat ze er niks van gemorken hebben. Ja, ja. Ja, daar zag hij die gezichten, dat vergeet hij nooit van zijn leven meer. En nadien is het ook maar weinig gebruikt. Maar bij ons naast, er woonde een oud echtpaar. En die zoon die had een melkbedrijf, die bracht dus melk rond. Ja. Maar die verkocht ook kannenmelk. Dus aan andere mensen, die daar... Ja, melkbussen met melk, 50 ja, liter bussen. Ja, ja. Ja, dat waren die grote bussen. Ja, die oude melkbussen. Ja. Ja. Dus die verkocht hij ook, want die kwamen ze dan vanuit een bos, kwamen ze die brengen met zijn paardenkar. En die werden daar opgeslagen, allemaal ijs ertussen. En ja, zo moest dat goed gehouden blijven. En van daaruit werd dat weer verdeeld onder die mensen die langs de deur gingen melk verkopen. Ja, ja. Maar armoede hebben jullie niet gekend, denk ik, hè? In armoede niet, nee. Van weinig eten of zo, nee, dat was helemaal niet daar, hè? We hadden zelf een hele grote hof voor groentes en wat dat betreft. Ja. En mijn twee broers die gingen altijd bij een bakker helpen, dus om brood kwamen we ook niks tekort. Nee. Nou, en we hadden zelf een hele grote tuin, dus aardappels en bontjes en alles werd er zelf geplant. En werd er niet opgeëist door de Duitsers? Nee. Nooit? Er was gewoon eten zat? Wel dat het vernield werd. Om? Als die Duitsers oefeningen kregen, kwamen ze dwars achter de deur door de tuin geroost en gedaan. Zeg jij, blijf, zeg jullie pa. Mijn vader had toch altijd van die mooie strakke kantjes, die worden dan helemaal ingetrapt en zo. Ja. Maar als wij ze dan ingetrapt hadden, zin ook dat de Duitsers daar gedaan hadden. Ja. Anders kregen we op het meter, hè. Ja. Ja. Maar hij wist het wel, die ouwe. Want we hadden ons huis, en dan de keuken was langer geworden, dus er zat er een hoek in. In die hoek hadden ze een... glazen afdak gemaakt, hè? Een serre zogenoemd. Ja. Maar wat deed mijn vader dan? Die zat onder die serre en bij ons achter was helemaal polder. Dat was anders. Je keek op de polder. Ja, helemaal heel ver de polder in. Maar dan zag je dat als de Duitsers of zo aankwamen, of wagens of tanks of weet ik wat, die kwamen allemaal vanuit Limburg hier naartoe. Dan weer zei dat te melden, hè? En dan gaf hij dan de deur weer aan de pastoor. En de pastoor die zorgde weer dat die berichten verder komen. Ja, alles via de pastoor. Dus dan eventjes naar de rand. Dan zat bij ons heel de tuin vol met ondergrondse en mensen die... Dus, en er werd allemaal genoteerd en opgeschreven. En er zaten mensen te typen. Dat vergeet ik nooit meer. Ja, dan zaten ze bij te houden wat er allemaal aankwam. Wat er allemaal aankwam. En dan werden er ook naartoe gestuurd om te kijken van welke eenheden dat die waren. Ja, dat wisten wij toen niet natuurlijk. Nee. Maar die mensen die gingen naar het boer, gingen ze met een schub op de naak, liepen ze doorheen. Hè. En dan gingen ze zogenaamd naar het land. Ja. Maar die gingen die bespioneerden door hoe het zat. Hè. Ja. Maar je moet toch voor die mensen een petje afnemen. Hè. Ja, dat hadden we lef, want vanzelf die hadden gewoon kapot geschoten. Ze schoten ze kapot, ja. Ja. Ze zijn aardig in hebben. Maar weet je ook dat mensen doodgeschoten zijn dan? In Vught, ja. Die dat soort werk deed. Bij ons achter op de, ja, dat was eigenlijk, wij noemden het roggenveld, hè. Dat was van Boer Spoor. En dan werd er haver en dan roggen opgezaaid en dan weer, ja, weet ik het allemaal. En dan moesten dat veld oversteken en dan kreeg je daar een slootje met vier hele grote bomen. Ja. En dat was het, hoe moet ik zeggen, het contactpunt van de organisaties die er omheen waren van de ondergrondse. Mm-hmm. Kwamen door al bij elkaar. Maar er wist verder niemand. Dat is ja, degene die daar. Maar die moesten allemaal via een omweg daar zien te komen. Die konden niet rechtstreeks van het huis uit daar naartoe. Die moesten allemaal altijd via een omweg. Of op de fiets of lopend of op een andere manier. Dat ze mee konden rijden of zo. Ja. Want die zijn erbij die. Vughtse mensen die eerst naar S gingen. En van S af door naartoe gingen. Ja, ja, dus voor de veiligheid. Met een hele via een omweg. Ja.
Ja, en later ook die als non gingen, vrouwelijke, die als non verkleed waren. En anderen als priester verkleed waren met een jurk of zo'n rok aan. Ja. Ja, zo werkte dat toen. Ja. Maar dat zijn dingen die jij van horen zeggen hebt? Nee, gezien. Gezien, als ja. Kind. En dan liepen wij als kind met zo'n broeder mee, terwijl het helemaal geen broeder was, dat was een ondergronds. Maar jij dacht dat het een broeder was? Ja, toen wel. Ja. Achteraf, dan hoorden we ook met die mensen, want we hebben dan een paar keren daar, ja, dat je die mensen leren kennen. En... Maar ja, die hadden toch een hoop lef hoor. Want ik weet wel, als jongetje zijn we een keer, zouden we dan naar een Disselberg gaan, dat was daar achter Kromvoort, hè, richting Hellevoort en die duinen. Maar dat kwamen we helemaal niet. We moesten gewoon kleine pakjes meenemen. En die werden dan, trouwens nog van die windjekken, die werden in de windjekken geduwd of in een rugzakje. En zo sjouwden wij de spul mee, maar dat was allemaal. Want dan kregen ze anders niet weggevoerd. Ze durfden de grote mensen niet mee te geven, want die werden overal aangehouden. En de kinderen nooit? De kinderen nooit. Die waren gewoon... Die liepen spulenderwijs ja. En... Maar wisten jullie dan wat gaan doen? Nee, we wisten helemaal niks van. Je wist niet eens op de Je hoorde allemaal achteraf. Nou, wat zei niet, ze? Je wist ook helemaal niet wat erin zat. Want je kreeg het tasje omgang en in dat tasje zat hij in. Ja, en dat was dichtgemaakt. Dat durfden ze niet open te doen, want dat was van ome Jan of ome Piet. En dan moest er dan naar iemand toe? Dan moesten we van Vught via Krommert naar Hellevoort. En in Hellevoort werd er weer ingenomen. Er stond een oude protestante kerk. En daar kwamen al die dingen bij elkaar. En daar werd het regulair van heel Brabant werd daar geregeld. Hm. Ja, dus dan ben je al jaren verder voordat je dat ontdekt en voordat je dat weet. Hè. Ja, dan wordt later aan jou verteld hoe dat zat. Nou, dat kwam er daar. Want er werd er daar naartoe gebracht voor een of andere vergadering of een oefening die je moest doen. Maar ik heb wel eens gedacht, waarom moeten wij nou helemaal naar Hellevoort? Om een spelletje kon leren, terwijl je dat hier ook kunt leren. Ja, dus een beetje raar vond het wel, ja, maar je niet te vragen. Maar je wist de inhoud ervan niet. Nee. Maar dan werd jullie verteld eigenlijk dat je daar naartoe moest, met de rugzakje, en dat je daar iets moest gaan leren. Nou nee, er waren spelletjes werden dan gedaan.